Hey, je hebt hem al even genoemd, DHC. Je hebt een paar weken geleden de trainer uitgegooid, want het was niet voldoende natuurlijk. Hè? Nou, de derde al, hè? Was de derde die eruit. Nou, in 5 jaar had hij er een stuk of 20 uitgegooid. Ja, ja, ja. Of waren het er nou 21? Ja. Maar nee, ik bedoel, soms werkt het gewoon niet. Je had Mark Verkel dus de wacht af aangezegd. Ja. Maar goed, 2 wedstrijden al gewonnen dit weekend tegen de Alphense Boys. Ja. Hè? En Tom Staal mocht mee. En die mocht overal bij zijn. Ik hou echt heel erg van mijn werk, mensen. Ik mag gewoon op zaterdagmiddag bij Pracht weer naar de kraker, de krakers. Alphense Boys tegen DHC. En waarom, vraagt hij zich af? Nou, ik ook. Maar dat komt dus omdat we heel graag willen weten wat Wesley Sneijder nou op zijn zaterdagmiddag doet. Morgen. Morgen, mannen. Morgen, jochie. Ben jij ineens een stuk groter. Morgen, jochie. Ja, goed, hè? Je hebt je eigen business, Lous. Ja, mooi, hè? Maar is er iets voor koffie of zo? Ben je bezig? Nee. Ik heb net de bespreking gemaakt voor mijn broer. Dus die kan het zo meteen... gaat hij het vertellen? Of wat is Wesley's functie hier eigenlijk? Wesley, die helpt nu ook zijn broer Jeffrey met het, met het trainen. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ja, dat is een goede vraag. Alle punten gepakt sinds hij weer terug is natuurlijk. Voor de rest is het wel aardig groot. Nou ja, aardig wel. Ja. Aardig natuurlijk. Ik wil allemaal geld wil doneren aan de Wesley Sneijder Foundation. Maar dat begint wel met passie. En dat begint met echte wil om te winnen. Je kan zowel die bussen stappen en denken van ja, ik wil winnen. Nee, maar echt willen winnen. Pak je tassen van die bus en dan vreten die gasten op. Kom op, succes. We hoeven de bus nog niet in trouwens, hè. Dat is even voor de beleving. Kan ik verwachten, zo, op wie moeten we letten? Dat was gewoon 0-4 wat hij zegt, of 0-5 denk ik tegen Max. Simpel is. De boys oprollen die hap. Ja. Wat is nou uiteindelijk het doel, Wesley? Wil je trainen bij Ajax worden of gewoon lekker bij Utrecht? Wat ik al heb gezegd, ik ben nu meters aan het maken. Ik heb een extra studie gevolgd. Ik wil mezelf doorontwikkelen. Nou ja, en dit kwam nu toevallig zo uit. Ik vind het alleen maar leuk om te helpen, om mijn broer te ondersteunen hierin. En inderdaad, om bezig te zijn. Dus ik hoop dat we straks op de terugreis dat we er eentje op... Ja, wat we zeggen. Ik denk, ik neem wat te drinken mee voor de mannen. Ja. Nou moet ik even voorzichtig doen. Ik help je wel even. Pas nou op, hè, voor je imago. Ja, nee, daarom. Is dit de harde kern? Maar ben je ook eigenaar of zo? Eigenaar niet. Er zit wel wat in. Het is een vereniging. Ja, ik help. Ik ondersteun deze club. Ja, je hebt een hele business lounge. Neem drank mee. Ja, nee, dus ik help deze club zeker, ja. Absoluut. Ja. Op het Wesley Sneijder Sportpark. Dat bedoel ik. Dat is toch kicken, hè? Ja, nee, is ook kicken. Ik ben er ook trots op. Zeker. Waar wil je dat de drank zet? Als die fles kapot gaat, dan hebben we een probleem. Oké, oh, sorry. Rustig. Oh, rustig, ja. Nee, anders krijg ik gedonder. Dan heb ik het gedaan. Ik ben zo bang als ik ze zo hoor zingen dat ze er te makkelijk over denken. Dit is de heenreis. Niet dat de mensen straks denken van was dit de terugreis. Ja, nee, precies. Ze moeten nog. Er zitten 3 Sneijders hier. Allemaal broers van elkaar. Ja. Jij als assistent trainer. Ja. Jeffrey. Dat is de hoofdtrainer. En dan nog je broertje. Ja, nummer 10. Ja. Dan snap ik wel dat ze het hier ook wel eens de hele Sneijder-clan noemen. Ja. Hoe gaat dat thuis dan? Wordt er nog wel eens geruzied? Nee, hoezo? Je bent ook niet de moeilijkste met de trainers te laten uit de stuur. Dus vind het zo lullig voor je broer. Ja, Jeffrey blijft altijd zitten. Als er een nieuwe trainer komt, dan wordt hij weer de assistent. U mag zelf een plekje uitkiezen hoor, er is nog plek. Je hebt gezien wie er op bezoek is? Nee, dat moet u aan mij niet vragen. Hele Sneijder-clan is er. Oh, wauw. Weet je wie Sneijder is? Nee. Dit is je zaterdagmiddag, gozer. Ja, helemaal kut, maar ja, het is niet anders. Wat denk je dat het wordt? 2-1, 4-1. Hoop het voor jullie, maar ik denk toch dat Wesley wel wint. En Jeffrey en Rodney, dank jullie wel. Hup, Alphense Boys. Succes. Ben het, ga eens diep. Lekker. Hey! Anders zeg er even wat van, Wes. Hey! Hey! Wegsoef. Kom maar, go, lekker, voor jou! Moet toch op, man, joh, hey! Erbij. Ja! Wes, hoe laat gaan we naar huis? Het is koud. Hé, hey, schuit! Ja! Kom maar! Heerlijk, boys. Geen 3-4-0, maar wel die 3 punten. Afslachter Jaap aan het Alphen van de Rijn. Ja, dat zei je vooraf ook al. Dat viel wat tegen. Viel wat tegen, ja. Was even spannend, maar ja. We hebben ze toch binnen. In de pocket, op naar de volgende. Ga je uit voor ons feestje hier zo meteen in de bus? Ja, ja, ik kan niet wachten. Is er nog een muziekje bij of zo? Ga jij zingen? Jongens... Een apperolletje. In je holletje. Hier, in je... Ik vraag me nou heel de tijd af naar welke Sneijder ze het beste luisteren hier. Naar elke Sneijder. De Rotting. Tuurlijk. Ja, anders gaan ze er ook uit. Weet je welk streepje hij naar voren hebt op jou? Wat dan? Hebben Utrecht gevoetbald. Ah, oh, oké. Okay. Ja, vertel me even de drankritueel van Wesley Sneijder. Meestal bij een gewonnen wedstrijd. Ik begin met een biertje, daarna een klein bakootje en dan is het mooi geweest. Gaan we ons op voorbereiden op maandag. Kijk eens even. Ja, je kunt er doorheen kijken, dat is goed. Proost. Gefeliciteerd, mannen. Hey! Ja, u!
dat is echt. Maar je zag er wel een coach staan, vond je ook niet? Ja, handjes in de zak, hè? Ja. Steeds een beetje. Het was ijskoud, ik heb er twee keer live mee mogen maken. Ja? Ja, ja, ja. En hoe was dat? Ja, ik heb alleen maar naar die bank gekeken. Voor mij heb ik er geen seconde gezeten. Maar nee, toen ja, maar had hij het koud. Ik heb een hekel aan verliezen, Jan. En dat mag toch? Ik heb zo'n hekel aan verliezen en dan sta je 1-0 achter. Ja, dan. Nou. Het is wel leuk dat ik nog steeds die bezinning heb. Ja. Ik zie of heb je dat niet meer dan? Natuurlijk wel. Ja, waar ik wil zeggen. Je wilt toch winnen? Ja. 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 Ja, dat is goed. Maar hoe kijk jij hiernaar, Wim, als je dit zo ziet? Beter in de bestuurskamer? Nou, ik kijk er geambiceerd naar. Ja. 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 En wat ik eigenlijk het leukste vind en wat ook herinneringen oproept altijd weer. Als je zo met z'n allen in die bus zit na afloop, ja, je hebt gewonnen, weet je, die euforie, maar ook als je hebt verloren. Ja, ja, dat zou precies hetzelfde zijn. Dat zit jij ook nog, denk ik. Daar zit je er ook gezellig bij natuurlijk, dus dat is wel leuk.